We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de nachtelijke uren zullen er in bepaalde delen van het district Sipaliwini lichte tot matige buien voorkomen, met kans op onweer en windstoten. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Gedurende de middag tot in de vooravond zullen zowel in het kustgebied als in het binnenland lichte tot matige buien voorkomen, mogelijk vergezeld van onweer en windstoten. In sommige delen van het land kunnen deze buien zwaarder zijn.